Hi, ik ben Marilyn van het Medialab, uh, UC Station Haarlem. En ik zit hier met Mo Furadi. Hey Mo. Hi. Hallo, dankjewel. <laughs> ik uh, heb wat dingen over jou gelezen. Namelijk dat je zelf uit Amsterdam-West komt. Ja. Klopt dat? En roept dat iets bij je op, deze omgeving? Is dit de soort omgeving waarin jij bent opgegroeid? Uh, ja, het doet me wel heel erg denken aan, uh, aan, aan de buurt waar ik inderdaad ben opgegroeid. We hadden ook, zeg maar, uh, ja, we woonden gewoon in dit soort huizen. En hadden we ook zeg maar, een soort van een grasveldje en ook altijd heel veel kinderen voor de deur aan het spelen en aan het doen. En er was altijd wel wat te beleven. Dus het, uh, ja, het roept wel een beetje jeugdherinneringen bij me op. Heb je een leuke jeugd gehad daar? Ja, super. Ik denk uh, dat ik uh, ja, de buren, ik weet niet of, uh, of de buren dat kunnen beamen, maar ik heb een hele leuke jeugd gehad. We hebben vuilnis gedaan. Noem maar op. We hebben lol getrapt, we hebben gevoetbald, oorlogje gespeeld. Uh, alles wat je zeg maar, in je jeugd kan, kan bedenken, heb ik, wel, ja, heb ik eigenlijk toch wel in mijn buurt geleerd. Ik las ook dat jij nu docent bent, Economie in Nederland. Klopt dat? Geef je daar nu ook les in? Ja, heel weinig mensen weten dat, dus ik vind het echt maar apart dat je het weet. Ja, ik, geef, ik ben er zomaar eigenlijk ingerold. Ik gaf eerst heel veel workshops, eigenlijk wat jullie zelf ook doen... Zangworkshops uh, op scholen. we kwamen op school en we vertelden veel uh, over wat we doen en, uh, en probeerden we de jongeren te inspireren en toch laat zien van hey jongens, maakt niet uit, al heb je je dromen weet je, je moet toch altijd een soort van een basis creëren, dus, dus altijd op school blijven om uh, uh, een diploma te halen en ja, toch wel je doelen achterna gaan, wat je, ook wil, wat je ook maar wil worden, maar vergeet niet dat je een bepaalde basis moet hebben. En dat wisten we op een hele leuke manier te brengen. En, uh, en op een gegeven moment werd ik gevraagd... Van, hey, lijkt het je niet wat om eigenlijk voor de klas gewoon te staan? Dan vind ik een middagje om te kijken van, uh, van hoe het is en hoe je het vindt. En vroeger dacht ik altijd wel van als ik ooit een keer moet gaan werken... dan zou ik, het, zou ik eigenlijk het leukste, zou, wat ik het leukste zou vinden... om met jongeren gewoon te werken om met, uh, ja, en voor de klas te gaan staan. Ik vond het hartstikke leuk vroeger ook op school. En uh, toen dacht ik van ja, laat me het maar even proberen. En nu geef ik economie. Nu ben ik gewoon meester Moe. Testen ze je ook uit in de klas? Of zeggen ze dingen uit je nummers? Of vragen ze daar veel over? Constant, constant, constant. Maar ik ben heel zakelijk. Ik weet dat soort dingen heel goed scheiden. Ik maak heel erg duidelijk van, oké okay, luister jongens, uh, zodra ik hier binnen stap en de klas geef, dan ben ik gewoon Mohammed, weet je. En dan daarbuiten mag je me alles over Ferrari vragen of... Uh, vragen over wat ik doe en ze blijven wel het elke keer proberen en elke keer weer te testen maar het is normaal ik was ook heel erg goed tijdens mijn schoolperiode erg op een goede manier trouwens <laughs> ik viel mij op dat jullie een hele andere stijl hebben je brengt die rapt meer en jij hebt echt de zanglijnen zeg maar is dat altijd zo geweest of zou je ook wel gewoon een stuk willen meerappen en hij willen die zanglijnen willen doen het maakt, mij, uh, het maakt mij niet eigenlijk uit. Ik wil ja, eigenlijk wel rappen, maar ik kan het eigenlijk niet echt. Ik kan wel een beetje backup rappen, dus ik geef mijn broertje altijd, als hij moet rappen, geef ik hem altijd wel een beetje back-up. Maar uh, uh, hij zingt ook. Hij was volgens mij zelfs begonnen met zingen. Ja, hij was begonnen met zingen, toen kreeg hij de Baartische keel, toen ging het even wat moeilijker. Want hij was toen natuurlijk wel wat jonger. En toen, uh, toen ging hij over op rap, maar nu is hij weer begonnen met zingen. Dus uh, ja, hij heeft, uh, wat dat betreft heeft hij eigenlijk wel een beetje een streepje voor. Hij kan het beide. En heb je ook al het idee dat je meer wilt doen? Veel collega's van jou doen nu heel veel dingen die echt iets betekenen voor de wijk, over talentontwikkeling, over pesten. Ja, we doen heel veel, maar ja, we doen eigenlijk dingen wat we leuk vinden en wat natuurlijk, waar je maatschappelijk betrokken bent en waar we onze steentje aan bij kunnen dragen. Maar het moet wel een beetje in ons straatje passen. Ik bedoel, van, het is niet zo dat we alleen maar dat soort dingen willen gaan doen. Maar waarvan ik denk, van hey, dit is een goed initiatief en daar willen we graag onze naam aan verlenen. En die mensen zijn ook hartstikke goed bezig het ja, dan doen we dat graag. Ja, wij doen natuurlijk talentontwikkeling bij jongeren. Ja. En hier doen we dat in Parkwijk. Parkwijk staat bekend als een achterstands- of een aandachtswijk. Maar heb jij een advies voor al die jongeren die nu denken: ik, ik kom hier nooit uit en ik weet niet of ik wel een toekomst heb. En iedereen die je ziet, alleen maar, nou, vul het maar in. Heb jij tips voor hen? Ik, uh, ik, ik, ik hoor dat soort, uh, dat, de, ja, dat soort problemen of dat soort uh, geluiden hoor ik vaak zeg maar, onder de jongeren. Helemaal ik nu zeg maar, echt midden, uh, midden in, in ja, dat soort jongeren, zeg maar, uh, of met dat soort jongeren werk. Ik geef les op het Kafeincollege. Dat is een, zogenaamd ook in een achterstandswijk in Amsterdam West. Ja. Uh, heel vaak hoor ik de jongeren zeggen van ja, maar wat ga ik dan doen? Uiteindelijk, ik doe toch maar bijvoorbeeld een kaderopleiding of een, of een, of een, uh, of een basisopleiding, praktijkopleiding. Dat gaat mij niet brengen. Of dat, dat, ik, ik ga nooit zeg maar, zo hoog komen. Dan denk ik bij mezelf ja. Het heeft eigenlijk ook een klein beetje te maken met, met, met jezelf. Je moet je niet laten leiden zeg maar, door de geluiden of door de negatieve geluiden van mensen om je heen of wat de media zegt of wat een ander over je denkt. Je moet gewoon geloven in jezelf en diep kijken in. in op zoek gaan naar jezelf van wat wil je nou echt. En gewoon ja, die, die doelen voor ogen houden. Ik bedoel, uh, ik zeg vaak, en dat heb ik echt, uh, dat heb ik ooit een keer uh, gehoord, en mijn ouders die hebben dat ook al, uh, altijd gezegd. Van als je iets zeg maar, uh, kan indenken, of als, iets, zeg maar, als je iets kan visualiseren, dan is het ook haalbaar. Als je het kan zien zeg maar, in je hoofd, of je doet je ogen dicht en je ziet het, zeg maar, dan is het ook gewoon haalbaar. Alleen je moet er wel naartoe werken. Je moet, er keihard, uh, ja, je moet er gewoon keihard voor werken. Het is niet zeg maar zodat het uh, allemaal vanzelf, vanzelf naar je toe komt. Je moet er gewoon echt uh, je best voor doen. En laat je niet, uh, ja, laat je niet misleiden of leiden zeg maar, door mensen die denken van... ...ja, maar ja, het gaat jou toch niet lukken of weet ik wat dan maar dan ook. Ik bedoel, als ik uh, bepaalde mensen vroeger in mijn omgeving moest geloven... ...of de, bepaalde docenten die zeggen... Uh, ja, ...ja, tuurlijk jongen, ja, komt er vast wel met jouw attitude... ...of met jouw beide handen, beide handen of grote mond. Als ik naar hun had geluisterd, ja, dan had ik misschien ook zoiets van... ...ja, oké, okay, wat ga ik nu doen? Okay. En wat ik me nog afvroeg is, uh, heel veel jongens hebben jou omschreven, of jullie omschreven als een rap duo. Dat was niet echt wat ik terughoorde. Weet je? Ik hoor ook dansen, ik hoor allerlei invloeden. Ja. Is er nog een stroming dat je nog denkt: ik zou wel uh, jazz uh, willen doen. Ik zou wel. Uh, nou ja, gewoon, is er nog een stroming waar je denkt, dat ga ik ook nog eens verkennen? Uh, je moet trouwens niet zeggen dat we naar de rap zijn, want dan worden heel veel rappers in Nederland worden dan ja, boos. Ja, 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 <laughs> over ja, dat ja, we hip-hop maken. Want dat ja. zijn we totaal niet. Heel veel invloeden. We vinden het leuk om heel veel invloeden in onze muziek te gebruiken. En natuurlijk luisteren we veel naar R&B, uh, pop en rap muziek ja. En de invloeden zitten dan eigenlijk meestal wel in onze, in onze muziek. Maar ja. We zijn ooit een keer met dance, pop en hip-hop-achtige uh, nummers, zeg maar. Hip-hop ook weer niet, maar rap nummers begonnen. Maar muziek is muziek. Ik, vond, ik zou het leuk vinden. Ik vind het hartstikke leuk om, om naar, naar de, ja, ik wil niet zeggen klassieke muziek of zoiets te, 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 te luisteren, of zo, maar ik krijg wel een bepaald gevoel daarvan. En Echt heel veel live muziek, uh, daar krijg ik toch wel een be ja, een beetje. Ik weet niet, live muziek vind ik wel heel mooi. Heel veel uh, uh, ja, strings of violen, zoals ze dat zeggen, ja. strijkers. Ik zou dat wel eens een keer met een soort van een metropoolorkest, een metropoolorkestachtige oh. muziek willen maken of zo. Dat, ja, je uh, hebt zo'n hele show natuurlijk nu, hè, met, uh, met het metropoolorkest. Ja, precies. Als ik daar ooit een keer mag mee optreden, zou ik dat geweldig vinden. Het is stiekem een, eigenlijk een kleine, kleine <laughs> sollicitatie naar het metropoolorkest. Maar als ik ooit met hun een keer zou kunnen optreden, ja, dan zou ik dat geweldig vinden. Als we dat uh, zouden kunnen combineren klassieke muziek met pop. Rap, toch rap, sorry jongens, sorry rappers. <laughs> en toch rapmuziek zeg maar uh, kunnen, kunnen, ja, kunnen gebruiken, zou ik dat heel tof vinden. Helemaal te gek. Ja, en nog een uh, persoonlijke vraag, natuurlijk. Ben jij op persoonlijk vlak uh, ook gelukkig? Ben jij gesetteld? Heb je een gezin? Uh, uh, want heb... een heleboel kinderen zijn natuurlijk, die, die horen nu dat jij leraar bent, dat je met jongeren werkt. Uh, ja. Je zit nu bij ons ook, hè, bij talentontwikkeling bij jongeren. Uh -huh. Dus heb je daar iets mee? Heb je ambitie die kant op? Ja. Natuurlijk, ik wil kinderen hebben. Ik hou van kinderen. Ik hoop dat ik echt binnen nu en twee jaar kinderen heb. Weet je? Dus ja, ik, ik heb nog geen gezin. Uh, ik heb wel een vriendin. Ik heb, ben gezetteld. Ik heb een vrouw. Dus uh, ja, wie weet, uh, wie weet dat er over twee jaar een kleine, een kleine hummeltje rondrent. Dat hoop ik wel. Binnen nu en twee jaar dat, althans. Ja, het is al raam zeggen binnen nu en twee jaar. Maar wie weet. Als het, kom, als, het nu, als het nu zou komen, zou ik het niet erg vinden. Hartstikke bedankt.